Quinten Timber, middenvelder van Ajax. Van mij. Ik ben Julian Timber, middenvelder. Hoe? Verdediger. Verdediger van AFC Ajax. De tweelingbroers Julian en Quinten Timber spelen al samen vanaf hun vierde jaar. Eerst 2 seizoenen bij amateurclub DVSU, daarna 6 jaar bij Feyenoord. En toen maakten ze in 2014 de gevoelige overstap naar Ajax. Inmiddels spelen deze jonge jongens al geregeld bij Jong Ajax in de keukenkampioendivisie. Zien we na Frank en Ronald de Boer weer snel een tweeling in het Nederlands elftal? Ze stellen zich in ieder geval aan jullie voor in VI's rubriek De Toekomst van Oranje. Ik ben Quinten Timber, middenvelder van Ajax. Ik ben Julian Timber, verdediger van AFC Ajax. En wij zijn de toekomst van Oranje. Klasse. Julian die echte verdediger is, aan de rechterkant, kan centraal spelen. Speelt bij Ajax ook vast in Jong Ajax, wekelijks. Quinten is een middenvelder. Hij heeft wat moeite nog om in de basis te komen bij Jong Ajax. Hij is ook pas onder 19. Dus het zijn wel twee mannetjes putters. Twee mannen die weten wat ze willen. En ze hebben nog wat stappen te maken, denk ik. Ik denk dat Quinten een hele goede drive heeft. Heel sterk. Een goede afstandsschot. En verdedigend is hij ook heel sterk. Julian is een echte leider. Kan je ook zien aan de aanvoerdersband. Sterk in de duels. Aanvallend en verdedigend kan hij ook wel sterk koppen. Wat is het grootste verschil tussen jullie? Misschien gedrag. Ja, heb ik eigenlijk iets agressiever over, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. In het veld, maar buiten het veld vind ik wat agressiever. Ja, bij zo'n ruziemaker? Nee, dat ook niet, maar ik kan wel sneller boos worden. Discussie. Ja. En nu even een rondje kritiek. Wat moet Quinten nog verbeteren? Soms iets te slordig, dus iets vaster zijn aan de bal, dat vooral. En hij is soms iets te gemakzuchtig. Ik denk dat het gewoon in je zit. Dat heb je of dat heb je niet. En ik heb het wel. Eigenlijk allebei zijn het jongens die niet alleen met zichzelf bezig zijn, maar ook met het team bezig zijn. Jongens die ook wat verder kijken dan alleen hun eigen positie. Ook met de posities in het team, de samenstelling van het team bezig zijn. Ook rond de wedstrijden hun zegje hebben. Nou ja, ik denk dat daar wel leiders in schuilen. Hebben jullie binnen Ajax, begin met jou Quint, een voorbeeld waar je veel naar kijkt voor jouw positie bijvoorbeeld? Ik had vooral Frenkie, maar die is nu weg. Dus, ja, ik kijk eigenlijk wel naar iedereen. Ja, ik kijk ook heel veel spelers, maar als je het echt voorbeeld moet noemen, denk ik wel Matthijs de Ligt. Wat neem jij mee als je naar Frenkie de Jong kijkt? Wat leer je daarvan? Het vrijkomen, om je heen kijken. Eigenlijk alles wat Frenkie doet. Ja, gewoon heel de wedstrijd focus gewoon op diegene. Ja. Leiding geven van Matthijs, dat zulke dingen. Dus dat doen we vooral. Is het dan ook een droom van jullie om uiteindelijk zo'n carrière te hebben? Dat denk ik voor iedereen wel, ja. Want uiteindelijk met z'n tweeën in Ajax 1 spelen, dat is toch wel een beetje de droom in Huize Timmer, of niet? Ja, daar gaan we voor, ja. Ja. Het mooiste wat er is eigenlijk, denk ik. Dan heb je natuurlijk die jeugdelftallen van Oranje doorlopen. Vorig jaar samen Europees kampioen, dat is natuurlijk super, super mooi. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook droomt van het grote Oranje, Quinten, of niet? Ja, dat moet nog komen. Eerst nog onder 19. En daarna het grote Oranje inderdaad. Voor het komende seizoen, wat verwachten jullie ervan? Ik ga gewoon mijn best doen bij Jong Ajax. Daar proberen uit te blinken. En met onder 19 gewoon eerst kwalificeren. Dan hebben we nog voor mijn elite ronde en daar proberen door te komen. Maar je hebt al tegen een Premier League club gescoord dit seizoen in de voorbereiding. Ja, klopt. Mooi moment. Ja. Maar dan kan ik me voorstellen dat je ook hoopt misschien wel een Ajax 1 minuut te maken. Tuurlijk, maar daarvoor moet je eerst uitblinken bij Jong, dan komt je kans vanzelf wel, denk ik. En op de training. Ja. Jullie staan wel op de B-lijst voor de Champions League natuurlijk. Oh ja, dat klopt. Ja. Gaat het een beetje kriebelen dan of niet? Nee, nog niet. Nee, valt wel mee. Zit die van de bank en dan gaat het pas kriebelen. Oké, nu genoeg serieuze vragen. Belangrijkere dingen. Wie van jullie twee is eigenlijk het meest succesvol bij de vrouwen? Quinten. Wat denk je nog na, Quinten? Ja, daar was je wel heel snel mee. Ik ben rustig. Hij is heel rustig. Ja. En FIFA, wie is de FIFA-koning in Huize Timmer? Kijk, als ik tegen elkaar speel is het soms wel verschillend. Maar als ik tegen anderen moet spelen, win ik altijd. Maar wint dat altijd, dat klopt. Ja. Jullie zijn heel erg close, toch? Als broeders. We zijn best wel close. Ja, we doen alles samen eigenlijk. Ja. En worden nooit moe van elkaar? Ja, heel soms. Als hij agressief doet, dan word ik moe van. Nee, het is altijd gezellig. Anders niet. Hey, en stel, Julian die breekt door aan Ajax 1 en krijgt de aanbieding van een buitenlandse club. Ja, dan heb je een probleem natuurlijk, want je moet wel samen weg, toch? Nee, lijkt mij niet, toch? Nee, hoef niet per se. Je weet dat het moment ooit gaat komen dat we splitsen, of niet. Maar dat zou wel heel bijzonder zijn. Het zou echt gek zijn. Maar je weet dat het moment gaat komen. Ja, inderdaad. Dat is geen probleem voor jullie? Nee, nu nog niet. Dan moeten jullie elkaar missen. Klopt. Ik denk dat hij mij vooral gaat missen.